Ondanks het ontbreken van veel basisspelers start PSV sterk voor 4000 toeschouwers op de Kromme Dijk. Wouters in zijn centrale rol stuurt Ronaldo weg, die op zijn beurt kaatst met Linskens. En Ronaldo gaat in de eerste minuut succesvol op het doel van Benny Gal af en scoort zijn 14e competitietreffer. Een lekker binnenkomertje. Linskens verstuurt dus de paas. Ronaldo is weg van zijn man Admodicoro. Ook Liefden kan er iets meer aan doen, net als Benny Gal, 0-1. Ook Dordrecht mist twee basisspelers van de Merwe en van Wattem. En Langerak komt in de buurt van het doel van Waterreus. De lange centrumspits, Michel Langerak. Het rommelde stevig de afgelopen week in Dordt. Kritiek van bestuurslid Wim den Brave op de spelersgroep en op trainer Nico van Zochel. En hier gaat Ronaldo weer. Stijlvol en sierlijk slalomt hij door de verdediging, maar het schot gaat naast. Die kritiek van den Brave had tot gevolg dat trainer van Zochel opstapt. Kans voor Niels, maar zijn te zachte stift wordt gepakt door doelman Gal. Paalplaats. Komt in aanraking met Lems, blijft liggen. Het spel gaat even door. Paalplaats ligt knock-out. En Dick Advocaat laat Erik Meijer al warm lopen. Paalplaats moet eraf met een zware hersenschudding en misschien een gebroken neus. Per ambulance wordt hij naar het ziekenhuis van Gelderop vervoerd. Meijer neemt zijn positie in en mist hier het doel van Dordrecht. Meijer die naast Ronaldo ging spelen. Niels kwam op de positie van Paalplaats rechts aan de buitenkant. Diepe bal van Wouters op Ronaldo. Admodicoro kijkt. Niels vrij. En zo'n kans moet je eigenlijk benutten als je zo'n goede voetballer bent als Luc Niels. Corner van Zenden. Die zijn altijd gevaarlijk, die hoekschoppen. Tegen de deklat. En uitverdedigd dan door Liefden. De kopbal van Linskens. In de tweede helft. Corner. De aanval was van Numan, die net als vorige week aanvoerder was en linksback speelde. In het centrum stond Van Mol samen met de jonge Dirks. Hoekschop van Niels, die heeft een perfecte trap. Meijer kopt de bal in, 1 minuut na rust, weer op een belangrijk moment. Scoort PSV. Het is het hoofd van Erik Meijer en het is zijn 5e. Hier is het heel goed te zien dat Meijer die bal het laatst raakt en zo staat PSV comfortabel op 2-0. Dordrecht wilde wel, het viel wel aan. Met soms 4 spitsen. Langerak, Hoop en Romeo Wouden. Snel en makkelijk schietend. Mooi gepakt door Waterreus. Die Menzo definitief naar het tweede plan heeft verdrongen. Menzo die te horen kreeg van Advocaat dat hij weg mag bij PSV. Want Waterreus draagt de trui met nummer 1. Vrije trap dan van Niels. En de kopstoot van Meijer. Dat kan niet goed. De redding van Benny Gal. Dordrecht nog altijd zonder overwinning. Vorige week belangrijke nederlaag in Waalwijk tegen RKC. Promayon hier even in de knoei. Waterreus redt. En daar is Hoop. En weer de redding van Waterreus. Hoop gekomen van Telstar. Linskens. Ronaldo bij vlagen geniaal. En soms weer momenten dat je hem niet zag. Maar vooral zijn demarrage is heel goed. Maar Van Tichelen verstaat het vak van verdedigen nog altijd. Langerak stuurt Wouden weg. Geen buitenspel. Hij zou moeten scoren, maar hij wacht te lang. Het blok van Promayon. En Wouden raakt geblesseerd en wordt vervangen door Koswal. En als je dit soort kansen niet benut, dan is het geen wonder dat Dordrecht op 1 na minste goals heeft gescoord. Alleen de Eagles hebben er nog één minder, maar 14. En Dordt dus 15. Lems dan. Via het hoofd van Numan krijgt Dordrecht een corner. Aandacht concentreert zich op Langerak. De corner wordt getrapt. Daar is Langerak en daar is het schot van Brugger. Het gaat naast en zo wint PSV in Dordrecht met 2-0.